Dimitri Maasan. Ik stel me eigenlijk bepaalde vragen af. Een van die vragen zijn of dieren überhaupt muzikaal zijn, ja of nee. Ik denk dat maar één man daar een antwoord op kan geven. Dat is Henk-Jan Honing. Laten we dan maar naar Amsterdam gaan om eens te kijken wat voor antwoord hij daarop kan geven. Dan kan je afvragen, maakt een vogel of een nachtegaal bijvoorbeeld, maakt hij muziek? En het antwoord erop is eigenlijk heel simpel, ja. In onze oren wel. Ja. Wij horen daar muziek in. Ja. Wij horen een nachtegaal, wij vinden dat prachtig. Dus in onze oren, en wij hebben daar de hersenen voor, vinden we dat muziek. Ja. Is het ook voor die vogelmuziek? Dan ga je niet naar muziek kijken, maar dan ga je naar muzikaliteit kijken. Ja. En dan ben je dus geïnteresseerd van wat moet je nou weten en kunnen en ervaren om van muziek te kunnen genieten. De mensen hebben er een beetje die idee voor dat in ieder geval twee componenten moet hebben. Eén is maatgevoel en relatief gehoor. Dat is dat je een melodietje hoort, bijvoorbeeld Altijd is Kortjakje ziek. Of dat nou hoog of laag gezongen wordt, maakt niet uit. Het is dat liedje. Dat zijn dingen die vinden wij allemaal heel makkelijk, heel simpel. Jonge kinderen, baby's zelfs hebben al maatgevoel. Zangvogels hebben geen relatief gehoor. Dus die luisteren heel anders naar geluid en muziek als wij dat doen. Een liedje wat ietsje hoger is, is een ander liedje. Het is niet hetzelfde liedje meer. Ja, in 2009 is er een kakatoe ontdekt. Die heet Snowball. Ja. Hij is zeg maar wereldberoemd op internet. Ja. En dat was een eye-opener voor biomuzikologen zoals ik zelf. In de zin van, het was het eerste dier waarvan aangetoond werd dat hij ook maatgevoel had. Daarvoor was er geen enkel dier is dat nog aangetoond. Geen paard, geen hond. Het was dat een soort de eerste bewijs dat een ander dier dat ook kan. Oké. Dus dat het ritme dat inderdaad wel kan oppikken op de een of andere manier. Ja, en dat hij de lol aan heeft. Dat beestje vindt het ontzettend leuk om te doen. En dat is een belangrijk aspect van muziek, hè? Dat het intrinsiek belonend is. Ja, dat is een integrerende sleutel in van waarom wij muzikaliteit hebben. Dus de hamvraag is eigenlijk, van, zijn dieren muzikaal? Dan is jouw antwoord... Een aantal dieren hoogstwaarschijnlijk wel.